Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze raadsvergadering. Ook welkom aan de mensen op de tribune. Een speciaal welkom aan Jan-Willem Wiggers, burgemeester Jan-Willem Wiggers en ook zijn vrouw Harriet Wiggers die aanwezig is. Hartelijk welkom. Ik open hierbij de vergadering. Er zijn twee afwezigen gemeld. Dat is meneer Wiet van de Partij van de Arbeid en meneer Gelling van de VVD. En ik zal u even heel kort zeggen hoe we nu vanaf dit moment verder gaan. Ik nodig straks meneer Van der Wel uit als voorzitter van het presidium om een korte toespraak te houden. Daarna zal de lokale burgemeester Martijn Breukelman een korte toespraak houden. Waarna Martijn Breukelman de ambtsketen aan burgemeester Jan-Willem Wiggers zal overhandigen. En ik zal de voorzittershamer overhandigen. Daarna houdt burgemeester Wiggers een toespraak. En daarna zal het rondje handen schudden wat gebruikelijk is dat we doen plaatsvinden. Dus dat doen we daarom nu niet. En daarna zal burgemeester Wiggers de vergadering verder voorzitten. Ik wil dus hierbij graag het woord geven aan meneer Van der Wel. Ga uw gang. Ja, dank u wel voorzitter. Beste Jan-Willem, Harriet, mooi dat je er ook bent. Jan-Willem, vandaag is jouw eerste werkdag in Hardenberg. Gisteren was je laatste werkdag in Hattem. Een week van afscheid en van nieuwe ontmoetingen. En natuurlijk zijn er dan afscheidsspeeches, net zoals ik je nu welkom mag heten. En in een van die afscheidsspeeches van gisteren werd verwezen naar een portret dat de lokale omroep van Hattem van je gemaakt heeft. Je zou daar mooie dingen hebben gezegd. En dat triggerde mij en daarom heb ik dat portret vandaag even bekeken. En inderdaad, je krijgt een goed beeld van jou als burgemeester en als mens. En er zijn ongetwijfeld mensen die het niet hebben gezien, dus ik citeer even een stukje. De interviewer vraagt op een gegeven moment, tot uw pensioen door in Hattem? En Jan-Willem antwoordt dan, dat weet je nooit, want mijn ambtsperiode loopt nog een paar jaar en het is natuurlijk aan jezelf en aan de raad wat men dan wil. Ik vind het altijd heerlijk, dat soort vraag- en antwoordspelletjes. En het gaat daarna nog even door. De interviewer die zegt namelijk, ik kan me niet voorstellen dat u zegt, ik ga naar een andere plaats. Want als u eenmaal in Hattem bent geweest, dan wil je toch eigenlijk niet meer verhuizen. En Jan-Willem zegt dan, het moet wel beter zijn in ieder geval. En dat maakt de keuze wel dun. En dus viel de keuze op Hardenberg. Na Hasselt, Hattem, nu Hardenberg. Weer HA. En als je deze lijn erin houdt, kun je hierna eigenlijk dus alleen nog in Haaksbergen, Haren met dubbel A, Haarlem, Haarlemmermeer, Halderbergen, Harderwijk, Hardingswijk, Giessendam of Harlingen aan de slag. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar zonder dolle, we zijn heel blij met je komst. Blij dat jij de komende periode onze burgemeester wilt zijn, totdat we een nieuwe kroonbenoemde burgemeester hebben, zoals het zo mooi heet. En overigens zagen we op de foto van jouw installatie door de commissaris dat de koning vanaf de muur goedkeurend zag hoe jij de eed hebt afgelegd. En dus ben je nu onze burgemeester en daar zijn we heel erg content mee. Je komt in een gemeente terecht met 29 kernen. Hardenberg en Dedemsvaart als grote kernen, gevolgd door Balkbrug, Gramsbergen, Bergentuin, Slagharen. Behalve de mensen uit Hardenberg zijn er weinig mensen die zichzelf Hardenberger noemen. En dat is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld iemand uit Hengelo die zichzelf eerder geneigd is om Twent te noemen. De mensen hier zijn trots op het dorp waar ze vandaan komen. En dat hebben ze allemaal gemeen. Net als dat we klaarstaan voor elkaar. Het noaberschap is hier een belangrijke waarde en daar zijn we denk ik allemaal trots op. Ik zeg vaak als mensen mij vragen waarom het zo mooi is om in deze gemeente te wonen, dat het een plek is waar je je kinderen met een gerust hart zou kunnen laten opgroeien. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat je je fijn voelt waar je woont. We hebben de ambitie die past bij een stad of een grote gemeente, maar de gemoedelijkheid van een dorp. En ik vermoed dan ook dat je je hier gauw thuis gaat voelen. Je bent ook gelijk de voorzitter van onze raad. En het is denk ik goed om te schetsen in wat voor raad je terechtkomt. Het belangrijkste is denk ik dat we elkaar wat gunnen. Of je nou een grote of een kleine fractie hebt, we hebben het gemoedelijk met elkaar en we nemen elkaar serieus. We hebben ook ambitie en we zijn positief kritisch op de voorstellen die we bespreken. Aan het begin van deze raadsperiode zijn we met elkaar de spreekwoordelijke hei op geweest. En dat heeft geleid tot een manifest
waarin we 8 kernwaarden met elkaar hebben bepaald. En ik denk dat het goed is dat je ze gewoon noemt. We zijn een zelfbewuste, maatschappelijk bevlogen, actieve volksvertegenwoordiging die de politieke ruimte claimt met een dynamische raadsagenda. Eigenzinnige ideeën en de bedoeling dienen de kaderstelling die controleert op hoofdlijnen. Tegelijkertijd willen wij ons in vertrouwen verbinden met elkaar, het college en de ambtelijke organisatie, en staan wij elkaar toe ook eens domme dingen te zeggen, zonder dat dit meteen politieke consequenties heeft. Dit gebeurt natuurlijk nooit, dat begrijpt u. Maar het kan wel. We zijn als raadsleden integer, consequent, zichtbaar en toegankelijk en tevens helder over wat wij met het belastinggeld doen en bereiken. We zetten ons nadrukkelijk in voor een gemeente die mensgericht, slagvaardig en faciliterend werkt en op een persoonlijke, directe wijze communiceert. We gaan zorgvuldig met elkaars aandacht, tijd en energie om en we zien naar elkaar om en uit. We verrijken de besluiten van de meerderheid met wensen en behoeften van de minderheid. We complimenteren elkaar, college en ambtelijke organisatie en gunnen de ander ook om te shinen. We doen ons werk goed als inwoners belangstelling hebben voor, blij zijn met en ambassadeur zijn voor de dingen die in de gemeente Hardenberg gebeuren en voor elkaar komen. Dat is hoe de Raad van Hardenberg wil zijn en werkt. En wij hebben alle vertrouwen in dat jij ons op die manier zult voorzitten. We zien er naar uit. Tot slot toch nog even terug naar gisteravond. Martin van Duinen is de Nestor van de Raad in Hattem. Hij vertelde gisteren tijdens jouw afscheid van de Raad hoe je 11 jaar geleden na je eerste raadsvergadering alleen achterbleef in het stadhuis van Hattem. Je wist nog niet dat er een achteruitgang was en de schuifdeuren naar de markt gingen niet meer open. Noodgedwongen klom je daarom uit het raam van je werkkamer om naar huis te kunnen. Martin van Duinen noemde je Wiggers, de burgemeester die uit het raam klom, maar niet verdween. Inmiddels ben je daar wel verdwenen. Maar het lijkt me goed dat onze Nestor Annie jou na afloop even naar de uitgang begeleidt. Jan-Willem, ik wens je heel veel succes. Heil en zegen toe bij het vervullen van dit eervolle ambt. En we gaan er een hele mooie tijd voor maken met elkaar. Ik krijg een bos bloemen van mij. Hartelijk dank, meneer Van der Wel, voor uw toespraak. Dan vraag ik nu meneer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, geachte aanwezigen. Ja, blijf wennen zo'n ding. Geachte aanwezigen, geachte heer Wiggers, beste Jan-Willem. Als loco-burgemeester wil ik jou namens het college van loco-burgemeester en wethouders en ook namens de ambtelijke organisatie van harte welkom heten in ons midden. Na 11 jaar burgemeester te zijn geweest in Hattem, heb jij, mag ik volgens mij inmiddels zeggen, afscheid genomen van deze mooie Hansestad aan de rand van de Veluwe. Een afscheid van Hattem om aan de slag te gaan in Hardenberg. Als waarnemer burgemeester in Hardenberg. Een mooie en ook dappere bestuurlijke stap. Je toont daarmee wat mij betreft bestuurlijke lef en ambitie om het door de kroon benoemde burgemeesterschap in Hattem op te geven voor het waarnemende burgemeesterschap in Hardenberg. Een baan waarbij de looptijd over het algemeen beperkt is tot een maand of 9, het moment waarop de door de kroon benoemde burgemeester hier op de stoep van de raadzaal zal staan. Maar tot die tijd wordt het ambt hier door jou vervuld. En fijn is het daarom dat je voor ons college niet helemaal een onbekende bent, omdat we elkaar in de regio Zwolle al eerder hebben ontmoet. Een regio waar zowel Hattem als Hardenberg onderdeel van uitmaken. En dat je al goed bekend bent binnen dit regionale netwerk van overheden, ondernemers en onderwijs is wat ons betreft absoluut een pre. Voor mij persoonlijk geldt dat we elkaar ook bij een niet nader te noemen politieke partij wel eens tegen het lijf zijn gelopen. De waarnemer is wat dat betreft niet geheel een onbekende. Afijn, als hoe tijdelijk ook burgemeester van dit moment, kan ik natuurlijk niet anders zeggen dat je in een prachtige en ambitieuze gemeente aan de slag gaat. Maar dat zei dus ongetwijfeld in Hattem ook. Daarom maar even een droge opsomming, want qua schaalgrootte ga je er in ieder geval flink op vooruit. Van 12.000 inwoners van Hattem naar de 61.000 inwoners van Hardenberg. En van een enkele kern in Hattem naar de 29 kernen in de gemeente Hardenberg.
en van een oppervlakte van 25 vierkante kilometer naar een werkgebied van bijna 320 vierkante kilometer in onze gemeente. En ik wil helemaal niet al te veel imponeren, maar leuk detail vond ik nog wel dat de route van de Krim naar Sipkulo, als wel die van Radewijk-Balkbrug, meer kilometers bevatten dan de route van jouw huis in Hattem naar onze gemeentegrens. Google Maps is het bewijs wat dat betreft. Goed, als waarnemend burgemeester ben je straks voorzitter van het college en een gemeenteraad met de nodige ambities. Ambities voor de wijze van besturen en ambities die leiden tot investeringen. Zo staan we nu bijvoorbeeld aan de vooravond van een aantal forse investeringen. Investeringen in verschillende centra in de gemeente, in het op orde houden van de voorzieningen in de verschillende kernen die we rijk zijn, in onderwijs, sport, gezondheid, in de economische positie van Hardenberg in de regio, wonen, wegen, openbaar vervoer en ja, we maken hier ook werk van de energietransitie. En we maken ook werk voor het minimabeleid in deze gemeente. We willen er zijn wanneer dat nodig is. Dat wil niet zeggen dat er geen grote opgaven zijn voor Hardenberg binnen het sociaal domein, om ondersteuning voor inwoners op orde en betaalbaar te houden. Het zijn maar een paar voorbeelden van thema's die spelen in de constructieve verhouding tussen raad en college, waarin nog veel meer ambities naar voren komen. En daarom was het ook een wens van dit college dat er geen waarnemer zou komen die enkel op de winkel zou passen. Maar juist één die de winkel nog mooier maakt, die het assortiment verbetert en die luistert naar de klanten en oog heeft voor alles wat er in de rest van het winkelcentrum en daaromheen gebeurt. En ik denk dat de commissaris van de Koning in jou, met je brede bestuurlijke ervaring en ambities, zo'n burgemeester heeft gevonden. Met alle ambities en uitdagingen belooft het in ieder geval een enerverende periode te worden waarin voldoende te doen is. En wij hebben in elk geval zin in de toekomst en zin om samen met jou en de ambtelijke organisatie en samen met onze inwoners te bouwen aan een vitaal, duurzaam, landelijk en ondernemend Hardenberg. En we hebben het volste vertrouwen in jou als primus inter pares, als eerste gelijken onder ons in het college, maar ook in de uitvoering van jouw taken en verantwoordelijkheden die specifiek bij het burgemeestersambt horen en de rol van burgervader daarbij in het bijzonder. Nadat je de afgelopen donderdag door de commissaris van de Koning, de heer Heidema, bent beëdigd, is het aan mij nu de eer om als tijdelijk burgemeester van de gemeente Hardenberg de ambtsketen aan jou om te hangen. En ik zou je willen verzoeken om daarvoor hier in de cirkel te komen. Geen lange speech, maar toch een paar woorden. Ik ben oprecht trots en blij dat ik, zei het al, voor een bepaalde tijd deze hele mooie functie mag vervullen. Ik werd net al gememoreerd. Het interview wat ik een tijd geleden had in het Hattemse, heeft mij de vraag gesteld van wat ga je nog doen in het leven? En inderdaad, het antwoord was, er moet wel iets heel moois voorbij komen, wil ik die stap maken. En dat is gebeurd. Ik heb het ook in Hattem zo uitgelegd. En na 11 jaar is deze stap wat mij betreft een hele mooie, zij het dan een tijdelijke. Waarom Hardenberg? U heeft eigenlijk de dingen zelf al aangegeven. De pluriformiteit. Ik ken Hardenberg vanuit de tijd dat ik bij de provincie werkte en uit allerlei andere contacten. De pluriformiteit, maar ook de hands-on mentaliteit, de werklust, de openheid en het naberschap, zoals het net genoemd werd. U noemde net de kernwaarden waar Hardenberg voor staat. Het waren er 8, maar ik telde er geloof ik wel 28. Dat waren een heleboel. En dat zijn dingen die van belang zijn. Daar zitten heel belangrijke waarden bij. En ik pak er één uit, het vertrouwen. Vertrouwen onderling is een essentieel punt. U als raad hoort het college te begeleiden, te beoordelen, kaders te stellen. En dat werkt alleen goed in een sfeer en een situatie onderling vertrouwen. En ik heb het gevoel, en ik weet het ook vanuit mijn voorganger, die ik al ken vanuit een vorige functie die wij allebei bij de provincie hadden, dat het zo is. En dat gaf voor mij ook wel de aanleiding om die stap te maken. En ik moet zeggen, de eerste kennismaking, daar komt het eigenlijk op neer, want de eerste kennismaking die had ik natuurlijk al, die past in dat beeld. Los van het
aardige bloemetje van raad, college en van ambtelijke organisatie. Wat heel lang gestaan heeft bij ons. Waar we de kennismakingen rond het afscheid van Peter en rond het installatie in het Zolse erg hartelijk. Met een deel van het college heb ik al mogen deelnemen aan de Zwolle-regatta. Dat leidde tot een uitnemend resultaat. We waren eerste. Zeg maar even. En vandaag is het begonnen na een afscheid in Hattem gisteren. En ik moet u zeggen, het is voor mij aanmerkelijk makkelijker om te beginnen met het nieuws dan afscheid te nemen. Het is veel leuker. Je maakt de start. Je hebt er zin in. Je gaat dingen doen. Eerst start dus met veel enthousiasme. Ik verheug me op deze periode, de veelzijdigheid, de contacten, de warmte, het feit dat u elkaar in deze openheid van de raad met u elkaar praat over de toekomst van deze mooie gemeente. En ik ga me inzetten om ook voor die korte periode niet alleen een burgemeester te zijn, maar ook een burgervader. Dat hoort erbij. Om een wees te zijn bij de momenten, niet zozeer alleen in de raad, maar ook in de samenleving. Waar het om gaat, nou die krijgen we aangedragen denk ik, in goede en in slechte tijden. Dat past ook bij de kernwaarden die geformuleerd zijn. Ik zal mij meer inzetten om boven alle partijen te staan in deze korte periode om als contact te hebben waar dat kan. En had Hardenberg weer een stapje verder te helpen. En kortom, ik heb er zin in. Ik ben blij dat de thuisfront Harriet hier aanwezig is. Ook voor jou is dat een hele stap natuurlijk, Hattem en Hardenberg. Zij het dan dat jij het gebied nog beter kent, want Harriet komt uit Almelo en dat is toch weer dichterbij weer dan Zwolle en Hattem. Dus met z'n tweeën en met steun van u allen gaan we daar een hele mooie tijd van maken. Ik heb er zin in. Ik kreeg net de hamer. Ik zag dat mijn voorganger daar gebruik van maakte. Ik zou het willen proberen om het zonder te doen. Gaan we eens proberen? Op een harde tik, maar gewoon even concluderen. Gaan doen. Dank u zeer. De rivier wijst mij daar heel terecht op. Het is een hele mooie gewoonte in Hardenberg om de raad te beginnen met het schudden van handen. En ik heb wel eens gehoord dat het gebaar eigenlijk stamt uit de middeleeuwen. En waarom? Als je handen schudt, dan laat je zien dat je niks in je mouw hebt. Aan wapens of andere dingen. Dat betekent dus dat je open met elkaar in debat gaat. En dat is het beste wat je kunt doen, denk ik, aan het begin van zo'n vergadering. Dus ik nodig het college uit om het rondje te maken. Dames en heren, we gaan van start. Maar niet voordat ik nog eens eventjes Martijn bedankt heb voor het waarnemen van deze belangrijke functie. De afgelopen tijd. En ik moet je zeggen, die ambtsketen die stond jou verrekte goed. De opening was verricht, inmiddels al. Mededelingen zijn gedaan. We komen bij actuele vragenronde. Ik heb begrepen dat er geen vragen vooraf ingediend zijn. En dat betekent, neem ik aan, dat er geen vragen gesteld worden. De vaststelling van de agenda. Er zijn twee moties ingediend, vreemd aan de orde van de dag. En ik stel voor dat we die aan de orde stellen nadat de inhoudelijke punten aan de orde zijn geweest, voorafgaand aan de hamerstukken. En u heeft net gemerkt dat het punt 6 op deze agenda, ontwikkeling, schuld, dienstverlening, dat gepromoveerd is tot hamerstuk. En dat wordt dus gevoegd achter het punt 9 van de agenda zoals u die gekregen heeft. Het spreekrecht van de, met betrekking tot de agendapunten, ook daar zijn geen sprekers die zich aangemeld hebben. Dat brengt ons bij het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 10 september jongstleden. Ik kijk even of iemand erover het woord wil. Redactioneel is natuurlijk geen punt met een cameraopname. Naar aanleiding van zijn er opmerkingen die er gemaakt worden? Nee, dan is die vastgesteld. Dan is nu aan de orde het punt 7. Van de agenda, vaststelling bestemming van buitengebied, herziening, winterbed, vecht, deelgebieden, reservaten en Diffelum. En ik kijk even rond of we het een rondje kunnen maken. U steekt de vinger op, dan beginnen we langs de ChristenUnie en dan draaien we
tegen de wijze van de provincie. Is dat akkoord? Ik ben u, heer Oudink. Hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied herziening Winterbed Vecht, deelgebieden Rezenmaten en Diffelen. Voorzitter, het doet mij denken, kijkend naar de emoties en naar de stukken, de insprekers, alsof het hier gaat om de duurzame opwekking van energie, alsof het zou gaan om zonnepanelen of windmolens. Maar we hebben het, als je alles afpelt, over het wel of niet toestaan van een voetpad. En voorzitter, het is goed dat er zeg maar in die zin ook hierover gesproken kan worden. Alle betrokkenen mogen worden gehoord, argumenten mogen worden gewogen en het is aan de diverse fracties en de raad om een standpunt in te nemen op dit onderwerp. Het betreft hier een onderdeel van een grote project Ruimte voor de Vecht. En daar hebben natuurtoetsen plaatsgevonden voor gebiedsbescherming, natuurtoetsen voor soortenbescherming van arcades en natuurtoetsen van ecogroen. Een inventariserend veldonderzoek archeologie, een verkennend milieukundig bodemonderzoek Vechtdal en ook een MER-onderzoek met aanvullend nog een aanvullend onderzoek bovenop de bestaande MER. En dat alles rondom de inrichtingsplannen die naar ons idee zorgvuldig zijn afgewogen met alle betrokken partijen. Van Vechtdal Marketing tot Staatsbosbeheer, Waterschap, Provincie en betrokken inwoners. Voorzitter, en als we dan alles uiteindelijk gaan afpellen, blijft over dat er inwoners zijn die nu uitkijken op het natuurgebied en tegen het knuppelpad, struweelpad of gewoon voetpad zijn. En voorzitter, van de drie B's, beschermen, bewaren of beleven, hechten wij zeer aan het woord beleven. Ook voor dit genoemde gebied. Voorzitter, als de paden te dicht bij de woonwijk komen, ervaart men overlast. En als de paden te ver in een natuurgebied komen te liggen, wordt de natuur te zwaar belast. Maak dan maar eens keuzes. Voorzitter, de bewoners hebben mee kunnen denken rondom de inrichting van het voetpad. En of het nu ging om een cosmetische verandering, wat ik vandaag nog las in de brief, of niet. Het lijkt erop dat de bewoners pertinent tegen het pad zijn en enkel daarop een standpunt hebben ingenomen. Voorzitter, wij hebben het idee dat dit voorliggend herziening Winterbed Vecht en deelgebied Rezenmaten zeer zorgvuldig is afgewogen. En omdat een aantal zaken niet duidelijk zijn rondom de verwachte aantal bezoekers, mogelijke negatieve effecten op de flora en fauna en mogelijk overlast waarop geanticipeerd wordt, omarmen wij het initiatief van het CDA om een jaar na ingebruikname van het wandelpad een evaluatie te houden met alle betrokken partijen. Voorzitter, het CDA en eer wie eer toekomt, die heeft dit idee gebracht. Dat zal ook nog wel verder toegelicht worden. Zal hierover vragen stellen. En ook wij zijn met het CDA benieuwd of de wethouder hierop wil gaan reageren en ook daarvoor openstaan. Dat was het in eerste termijn. Voorzitter, ik heb wat graag aan de heer Oring. Als u dat goed vindt. Ja, dat mag. Dank u wel. Meneer Oring geeft aan dat u van mening bent dat dit een zorgvuldig proces is geweest. U weet ongetwijfeld ook dat in het oorspronkelijke plan het pad niet instond. En dan gezien de hoeveelheid reacties vanuit de omgeving, bent u heel zeker dat het proces op die wijze zorgvuldig is verlopen? Ja, dat denk ik wel. Het is een, wat ik begrepen heb, ook in de beantwoording, hè, want ook in de oriënterende ronde zijn hier de nodige vragen over gesteld. En ik heb de wethouder toch ook wel begrepen dat, zeg maar, dat het in die zin ook een zeer dynamisch proces is geweest. En dat ook de betrokkenen zeg maar, in de gelegenheid zijn gesteld om daar wat van te vinden. Dus daar hebben ook op, zowel op locaties als ook bij de kleine Belties zijn er zeg maar, inspraakavonden geweest. En is er gelegenheid geweest om over de inrichting van het gebied te spreken. Goed. Het feit blijft dat u zegt zo er eigenlijk niemand op zit te wachten. Vervolgens dient u dan samen met het CDA een motie in. Voorzitter, we dienen geen motie in. Volgens mij zitten we nog meer in de fase dat er vragen gesteld gaan worden. Oké, okay, nou ik was even de voorzitter niet van. Vragen overstellen. Ja? En dan okay. Afhankelijk van de reactie van de wethouder, zullen we wel of niet overwegen of er een motie wordt ingediend. Ja, maar dan toch wel de vraag aan u. Mocht het zo zijn dat u het met elkaar eens bent om dat onderzoek te gaan uitvoeren over een jaar, de evaluatie te gaan uitvoeren over een jaar, wat bent u dan van plan om met de uitkomsten te gaan doen?
dat is lastig om daarop vooruit te lopen. Want dat zou je met elkaar af moeten spreken. Maar er zijn nog een aantal zaken, hè, en dat zal u ook niet vreemd zijn, er zijn nog een aantal zaken onduidelijk. Hoeveel wandelaars komen er? Wat is het effect wel of niet op de flora en fauna? Dus het is denk ik goed, hè, om op een gegeven moment te zeggen van oké, na een jaar, om ook dat als een tegemoetkoming ook naar de omwonenden en naar de betrokkenen, om te kijken van hey, kunnen we na een jaar zeg maar, die evaluatie gaan doen? Oké, en als dan blijkt dat er overlast is en niemand zit erop te wachten, dan kan volgens u het wandelpad ook weer weg? Of het knuffelpad? We lopen nergens op vooruit. Dat gaat te ver. Eerst de evaluatie en dan kijken we wel verder. Meneer Balk, dank u wel. Ik kijk even richting CDA-fractie, of iemand het woord gaat voeren. Ja, de heer Nijhoff, nu is het woord. Dank u wel, voorzitter. Dit agendapunt kent al een lange voorbereiding steeds. Het programma Ruimte voor de Vecht probeert inhoud te geven aan de doelstellingen waterveiligheid, natuur, economie, waaronder bijvoorbeeld ook recreatie en Vechtdal, maar ook landbouw en de Vechtdal-identiteit. In de uiteindelijke besluitvorming, voorafgaand aan dit raadsvoorstel, hebben alle 13 betrokken partners unaniem ingestemd met het plan zoals dit nu voor ligt. Dat is best een mooi resultaat, als je je ook beseft dat er soms tegengestelde belangen op onderdelen zijn. Ik hoef alleen nog maar te denken aan het feit dat natuur en landbouw verschillend kunnen reageren op waterpeilveranderingen. Het totale resultaat was voor partijen toch dusdanig dat men daar ja tegen heeft gezegd. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend, waarin met name het wandelpad Meteorplein naar de Oude Rezenweg centraal staat. Op basis van de in mei ingediende zienswijze heeft een afvaardiging van de Raad op vrijdagmiddag 30 augustus ter plekke de situatie bekeken en zijn we nader geïnformeerd door de projectleden van Waterschap Vechtstromen, de heer De Waard van IVN, ambtelijke medewerkers van de gemeente en indieners van de zienswijzen. Ook in de oriënterende ronde is erin gesproken. Daarnaast heeft onze fractie technische vragen beantwoord gekregen door de ambtelijke organisatie. Ik durf te stellen dat wij als CDA-fractie nadrukkelijk de moeite hebben genomen om met indieners van zienswijzen in contact te treden. Wij willen recht doen aan het feit dat 13 betrokken partijen unaniem de plannen hebben goedgekeurd. En waarschijnlijk dat er toch ook inwoners zijn die wel voor het pad zijn. De bezwaren van indieners van zienswijzen komen met name voort uit verwachtingen die er bij hen zijn over negatieve effecten. Daarom zouden wij aan de wethouder willen vragen om een toezegging dat er een evaluatie komt van de effecten van het pad op flora, fauna, openbare orde en effecten voor omwonenden en dit 1 jaar na realisatie van het pad. Wij houden een motie achter de hand om de evaluatie daadwerkelijk te laten komen. Afsluitend, voorzitter, dit voorstel is het resultaat van het overleg tussen een groot aantal partners, soms met tegengestelde belangen. Met de toezegging van de wethouder op eerder genoemde evaluatie zal de CDA-fractie het raadsvoorstel positief beoordelen, inclusief het pad. Voorzitter, tot zover. Voorzitter. De heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Nijhoff zeggen dat hij een evaluatie wil na een jaar, ook op de flora en fauna, wat de effecten daarop zijn. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat wil doen, want op dit moment ligt het bedachte natuurgebied er nog niet zoals het er bij de daadwerkelijke realisatie uit gaat zien. Dus je kunt de twee situaties in alle realiteit niet met elkaar vergelijken, want je weet niet hoe het natuurgebied eruit zou zien, hoe het natuurgebied zou floreren als dat wandelpad er niet zou liggen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe hij die evaluatie dan ziet, voorzitter. Nou, er wordt met door de indieners van de zienswijzen wordt het mogelijk negatieve effect op flora en fauna en biodiversiteit aangegeven. Nou, diverse partners die er zijn, zoals onder andere Staatsbosbeheer, maar ook Natuur en Milieu Overijssel, die zullen dat natuurlijk nauwkeurig willen volgen. En die zullen dat ook in beeld brengen.
Ja, voorzitter. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat de vraag bij mij blijft. Want je hebt geen nul situatie waarmee je kunt vergelijken als het gaat over de flora en fauna. Dus een dergelijke evaluatie lijkt mij buitengewoon lastig om dat op de flora en fauna effecten te doen. Ik kijk of er verdere vragen zijn in de richting van de heer Nijhoff. Ja, ik loop er even aan de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. De heer Nijhoff, ik denk dat u hem al een beetje voelt aankomen. Dezelfde vraag die ik ook aan de heer Oording stelde. Wat gaat u met de uitkomsten doen? En stel de uitkomst is dat het pad een negatief effect heeft en op flora en fauna en op de omgeving. Wat gaat u dan doen? Nou, ik ga niet zoveel doen. Ik hoop dat betrokken partijen die de evaluatie met elkaar zullen delen en ook de effecten met elkaar bespreken, dat die zo nodig maatregelen gaan treffen. Maar is dit dan niet een beetje de omgekeerde wereld? Zou je niet op voorhand moeten kijken van, goh, 1 is het draagvlak, 2 wat betekent dit voor flora en fauna? Want op voorhand kun je wel onderzoek doen. En dat kan beter, en daar ben ik het met de heer Boshoven eens, om op voorhand een scan te doen, wat betekent dit voor ecologie, wat betekent dit voor biodiversiteit, alvorens je een pad gaat neerleggen om vervolgens te concluderen of het wel kan of niet kan. En laten we even niet van een negatieve uitgaan. En dus een evaluatie vind ik ingewikkeld, omdat je niet meer, en wellicht niet meer, de juiste referentiekaders hebt, maar ook niet meer de juiste afweging kunt maken. Terwijl als je op voorhand dat doet, je dat wel zou kunnen. Dus ik denk dat dit iets is wat je op voorhand zou moeten doen. Ja, ik denk toch ook dat de betrokken partijen die er zijn, en dan denk ik met name toch ook aan Staatsbosbeheer, maar ook aan Natuur- en Milieu-Overijssel, die hebben daarvan ook een inschatting gemaakt. Het is dat er verwachtingen verschillend zijn, ja, dat is de realiteit. En daarom lijkt mij, of lijkt ons, een evaluatie wel op zijn plek. Nou goed, daar kunnen we dan van mening over verschillen. Precies. De heer Rodemond van D66, die had een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag, maar die is inmiddels al gesteld door mijn linkerbuurman, dus dank u wel. En beantwoord. Ik kijk even verder rond. Ja. De Geesink. Goed zo. Dank u. U geeft aan dat er waarschijnlijk ook voorstanders van het pad zullen zijn. Bent u niet nieuwsgierig hoe die verhoudingen liggen? Zou u niet willen weten wat de voorstanders zijn? Zou niet hoe de draagvlak is? Bent u daar niet nieuwsgierig naar? Ben je daar nieuwsgierig naar? Ja, eigenlijk wil je dat wel weten. Maar voor mij, voor het CDA, is leidend dat er een akkoord is tussen die 13 betrokken partijen. En ik ben er ook van overtuigd dat er ook onder de inwoners, dat er mensen zijn die het wel leuk gaan vinden. Ja, daar geeft u dus toch mee aan dat u het wel zou willen weten. En dat u toch moet weten of het draagvlak onder de bewoners is. Ik bedoel, dat vind ik toch wel een eerste vereiste voor als je dit doet. Wij zitten hier toch voor de inwoners. Ja, dat klopt. Maar die inwoners worden ook vertegenwoordigd door onze gemeente Hardenberg. Daar zitten ook afgevaren van onze gemeente zitten erbij. En mochten er veel klachten komen, dan komen ze of bij Staatsbosbeheer terecht, of ze komen bij onderdelen van onze ambtelijke organisatie terecht. Akkoord, ik ga verder richting PvdA. Ook niet. De heer Boshoven. En u had geloof ik iets van een amendement voorbereid. Ik overviel u wat geloof ik, niet? Ja, voorzitter, dank. Ik kou nog even een pepermuntje weg, maar dan ben ik zover. Voorzitter, allereerst spreek ik ook graag wel mijn waardering uit voor het programma Ruimte voor de Vecht. En mijn fractie is blij te zien dat er ook meer ruimte voor de natuur komt. En dat de vecht zijn natuurlijke verloop terugkrijgt. Maar zo zien we het wel, we geven eigenlijk een stuk natuur terug in plaats van dat we het creëren. En in die gedachte is het ook wel jammer dat het 2 weken geleden en ook vanavond voornamelijk over het wandelpad in het noorden van dat gebied gaat. En toch is dat wandelpad wel het enige onderdeel van dit plan waar mijn fractie een probleem mee heeft. Een dergelijk pad
een knuppelpad, een struinpad, een lazenpad, een knuffelpad hoor ik net, een vlonderpad of hoe het ook genoemd mag worden, geeft altijd een bepaalde verstoring in het gebied. Het zorgt ervoor dat er periodiek onderhoud moet plaatsvinden in het gebied. Denk aan grasmaaien. En het zorgt ervoor voor de verstoring die de mensen evident met zich meebrengen. Wandelaars, mensen die hun hond uitlaten. We spreken hier over een kwetsbaar en een uniek gebied. En mijn fractie denkt dat je dat soort functies hier beter niet kunt doen. Want mijn fractie kijkt dan of een dergelijk pad een meerwaarde heeft. En hier komen we tot de conclusie dat het niet zo is. Vanaf de huidige paden is het gebied ook goed te beleven. En ook met de nog te realiseren uitkijkpunten zal het gebied prima te bekijken zijn. In de zienswijzenota lezen wij dat het niet voldoende is voor mensen die de specifieke vegetatie willen bestuderen. Ja, voor deze mensen zouden de excursies met IVN of Staatsbosbeheer wat ons betreft een uitkomst zijn zonder dat daar een pad voor aangelegd hoeft te worden. Het draagvlak voor het pad in de buurt is net in de vragen al even iets over gezegd. En dat draagvlak, wij zien dat het ontbreekt en dat weegt voor mijn fractie wel zwaar. Voorzitter, daarom komt mijn fractie samen met de VVD en D66 met het amendement om het wandelpad uit de plannen te halen door een aantal zienswijzen die daarover gaan gegrond te verklaren. En met uw goedvinden draag ik de strekking daarvan even voor. Voorzitter, de zienswijzennota aan te passen waarbij de zienswijzen B, C, D en E voor wat betreft de bezwaren tegen het aanleg van het onverharde wandelpad door het gebied regelmatig gegrond te worden verklaard. Hierdoor het bovengenoemde wandelpad uit de plannen te halen. Voorzitter, afrondend, het natuurgebied realiseren, daar worden wij enthousiast van, maar van het wandelpad in het noorden van het gebied worden wij dat niet. Voorzitter, tot dusver. Dank u wel. Het amendement maakt delen van de beraadslaging, zoals het mooi heet. Ik kijk of er een vraag is in de richting van de heer Boshoven. Mag vanaf de stoel natuurlijk. Nee, dan ga ik verder met de heer Bak van de VVD. Mede die indienen van het amendement. Dank u wel, voorzitter. In de oriënterende ronde hebben wij al heel veel vragen gesteld. Ook in deze raad en ook aan de collega-partijen. Met elkaar veel van gedachten gewisseld. En als je dan een proces als dit voorbij ziet komen, waar, zoals de heer Nijhoff ook al aangaf, 13 partijen op betrokken zijn, dan vraag je je af, wat is mijn rol? Want het zijn allemaal maatschappelijke partijen. Wat hebben wij er dan nog met elkaar van te vinden? En dat is lastig. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, als het proces gelopen is zoals het had moeten lopen, dat wij hier met elkaar feitelijk alleen een hamerstuk voor ons hadden moeten hebben en de discussie niet hadden moeten hoeven voeren. Vooropstellende wil ik in ieder geval ook namens onze fractie de waardering uitspreken voor dit proces. Want ik weet van dichtbij dat dit niet een heel eenvoudig proces is geweest. Ik weet ook dat niet alle partijen altijd even gelukkig zijn geweest. En dat maakt ook dat dit een proces is geweest waar er sprake is geweest van geven en nemen. Want dat hoort nu eenmaal bij gebiedsprocessen. Daarmee hebben we in Overijssel, met name ook vanuit de samenwerking Beter Partners, denk ik een hele goede modus gevonden om dit soort processen aan te gaan, waarbij er balans komt tussen enerzijds natuur, landbouw en omgeving. Dat ondersteunen wij vanuit de VVD ook van harte. Maar dan blijft wel over de discussie die we ook in de oriënterende ronde hebben gehad. Wat moeten we nu met het wandelpad? En de vraag die wij daarbij toch nogmaals een wethouder willen stellen, is van, is het proces zorgvuldig verlopen? En niet om wantrouwend te zijn, niet om ergens een bom onder te leggen. Nee, maar gewoon om de zorgvuldigheid te toetsen. En dat gaat voor ons heel specifiek over het moment dat in de basisplan, het oorspronkelijke plan, geen wandelpad is opgenomen. En op het moment dat het wandelpad daar wel is in terechtgekomen, hoe is dat gegaan? En is dat op dat moment zorgvuldig met alle betrokkenen afgestemd? En ik zeg niet dat het zo is, maar het heeft de schijn dat met zoveel mensen tegen, daar het misschien niet helemaal goed gelopen. En ik wil daar toch een hele nadrukkelijke bevestiging van de wethouder dat het wel goed gelopen is. En dat maakt onze afweging een andere. Dat is één. Twee, als we
dan meer inhoudelijk naar het pad gaan kijken. Hebben we geconcludeerd met elkaar dat er een beperkt draagvlak is. En de heer Nijhoff zei, ik geloof dat er mensen zijn die er ook blij van zullen worden. Meneer Nijhoff, dat geloof ik met u. Ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die blij zullen worden van een wandelpad. Midden in de natuur. Want wat is er nu mooier dan op een zondag of op een doordeweekse dag je wandeling te maken. Maar het gaat erom, wat is uiteindelijk de impact van dat wandelen? Op de omgeving, maar ook op de flora en fauna. Want dat is uiteindelijk waar we het met elkaar voor gedaan hebben. Dat is uiteindelijk waarom een Overijssel gezegd is tegen de samenwerking beter partijen. Ga samen zitten, begraaf de strijdbijl en ga op zoek om samen die oplossing te vinden. Dus vandaag vind ik het heel erg lastig om die afweging te maken wat te doen. En toch zijn we ook meegegaan samen met GroenLinks om een amendement in te dienen om het wandelpad weg te halen. Want het voorstel kan in onze optiek heel goed doorgaan zonder het wandelpad. Een andere optie zou kunnen zijn, van laten we eerst het gebied inrichten en kijken of er dan behoefte aan is en alsnog eventueel in de toekomst een pad aan te leggen. Dat is een andere volgorde dan aanleggen en evalueren. Dat voelt wel een beetje als de schade is al berokkend en wat moet je dan? En ik weet dat de vraag dan vervelend is en hoe gaan we er dan mee om en wat ga je dan doen? Dus een goed voorstel zou kunnen zijn, en ik hoor daar ook wel graag reactie op, om eerst het gebied in te richten en als het goed ingericht is en we hebben zicht op de flora en fauna, dan een wandelpad neer. Dat is hoe wij vanuit de VVD naar dit stuk kijken. En ik hoor graag van jullie kant daar reacties op. Dat is wellicht een mooie ding voor de tweede termijn. Prima. Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Over de bijdrage? Dat mag, meneer Odink. Ja, ik ben wel een beetje in verwarring nu, voorzitter. Want aan de ene kant geeft meneer Bakhuis aan dat hij nog in vertwijfeling is, hè, en nog geen keuze heeft gemaakt. Aan de andere kant hoor ik dat hij nu al pleit, hè, via een motie om toch, zeg maar, van het wandelpad af te zien. Waar sta je nu, meneer Bakhuis? Nou, ik vind het niet wel meer mooi, meneer Odink, dat ik u in verwarring heb kunnen brengen. Dus dat is alweer de winst voor vandaag. Nou goed, wat je altijd probeert, meneer Odink, is om te luisteren naar wat de argumenten van anderen zijn. En ik heb ook geprobeerd te luisteren naar de beantwoording op mijn vraag die u gegeven hebt en die de heer Nijhoff gegeven heeft. En dan probeer je wel te kijken van jongens, wat is nu verstandig in deze? En volgens mij hebben we ook hier het gesprek met elkaar om met elkaar daarover van gedachten te wisselen. En de suggestie die ik nu doe, die was niet voorbereid, het was niet over nagedacht, die kwam tijdens de vergadering op. En ik dacht, nou, dat zou een oplossing kunnen zijn om samen toch eens op een andere manier naar dit gebied te kijken. Met name omdat ook je rol in dit proces maar heel beperkt. Voorzitter. Ja, de heer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. De heer Bak geeft aan dat hij zegt van we moeten luisteren naar de argumenten van anderen. In dat proces hebben 13 partners hebben daar aan deelgenomen. Die hebben ook argumenten uitgewisseld. Die hebben ook bepaalde verwachtingen met elkaar besproken. En als die verwachtingen erg negatief waren, hadden ze andere keuzes gemaakt waarschijnlijk. Daar lijkt de heer Bak aan voorbij te gaan. Nee, dat doe ik niet, heer Nijhoff. Dat is precies de worsteling die ik ook hier voorleg, denk ik. Ik ga daar juist niet aan voorbij. In mijn inleiding heb ik ook aangegeven dat feitelijk, als een proces als deze gelopen heeft, je ook als raad weinig rol daar meer in hebt. Want je hebt het uit handen gegeven aan het gebied. Want het is een gebiedsproces met alle partners om uiteindelijk tot die oplossing te komen. Maar toch zie je dan dat we hier een raadsvergadering hebben, een oriënterende ronde, waar heel veel insprekers komen. En dat doet je twijfelen, en vandaar dat ik ook daar nogmaals de vraag op gesteld heb, eerst in de portefeuille houden, is dit proces op de juiste manier verlopen? En daarmee ga ik niet voorbij aan wat alle partijen met elkaar vinden, maar ik weet ook dat in dergelijke gebiedsprocessen elkaar wat gegund en gegeven wordt. Nou, dat wil niet zeggen dat er dan draagvlak in de omgeving is. Dat is wat anders. Ik kijk even rond of er andere vragen zijn. Dat is niet. Ja, meneer Stelpsnijder. Dank u wel, voorzitter. Slechts een opmerking van technisch dan wel procedurele aard. Ik ken de heer Bak als een ervaren raadslid en ook voorzitter van de oriënterende ronde. En ja, het bevreemt me dan wel enigszins dat je exact dezelfde vraag gaat stellen tijdens de oriënterende ronde. We hebben met elkaar afgesproken om
zo min mogelijk vragen te herhalen om zo effectief mogelijk te vergaderen. Dank u wel voor de procedureopmerking, meneer Stelpstra. Ik zie geen nadere vragen. Dan kom ik bij de heer Rodemond, D66. Voorzitter, dank u wel. Veel van het betoog dat ik had voorbereid is al gezegd door de heer Boshoff van GroenLinks. Niet verwonderlijk, omdat wij ook gezamenlijk amendement indienen. Mijn beschouwing gaat over überhaupt het grote project Ruimte voor de Vecht, waarin we proberen om natuurlijke waarden van de vecht terug te brengen. Ruimte te geven aan de rivier, mede vanwege de klimaatverandering en de klimaatadaptatie daarin. En natuurlijk hangt dit ook nauw samen met bijvoorbeeld het landbouwgebruik in de omgeving. En we zien voor Hardenberg ook economische kansen, want de vecht, dat is voor ons een bijna unique selling point als het gaat over deze hele gemeente en deze hele regio, zo u wilt. Daarom willen we ook kijken, steeds weer, of wij binnen die natuurlijke waarden, binnen de klimaatverandering, et cetera, naast landbouwgebruik ook recreatie de ruimte te geven. En hier schuurt het wel vaker. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij het evenemententerrein in de stad Hardenberg. De discussies rondom bijvoorbeeld het Ballonnenfestival destijds. Daar waren ook zorgen over het gebruik door de recreatie- en vrije tijdsector. Over het effect wat dat heeft op de natuurlijke waarden. Daar hebben we met man en macht in deze gemeente geprobeerd om die natuurlijke waarden te beschermen. En nu weer zie je een soortgelijke discussie. Die lijkt een beetje de verkeerde kant op te vallen. Ook al zijn er inderdaad vele partijen geweest die hier naar hebben gekeken. Onder andere natuurorganisaties. Zijn er toch ook andere natuurorganisaties, maar ook omwonenden, direct omwonenden van het gebied. Die zeggen, wij maken ons ernstige zorgen over de aantasting van de natuur. Als het gaat over het ook inbrengen van recreatie in die natuur. Ook mede omdat het een heel klein, maar ook zeer kwetsbaar gebied is en zal gaan worden. En omdat die natuur in zijn algemeenheid van grote waarde is voor deze gemeente, daarom dienen wij samen met GroenLinks en de VVD dit amendement in dat aangekondigd is door de heer Boshoff. Dank u wel. Dank u wel. Ik kreeg of er nadere vragen zijn. Er zijn toen een paar vragen gesteld over het amendement. Dat is niet zo. Op koers. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wandelpad reservaten. Dat is eigenlijk wel niet het agendapunt, maar dat komt gewoon naar boven. En het is onderdeel van het bestemmingsplan buitengebied, herziening, winterbed, vecht, deelgebieden, reservaten en diffelen. We weten dat het in de oriënterende ronde al wel aan de orde is geweest. Maar het antwoord van de wethouder was voor ons niet geheel duidelijk. Daarom willen wij de wethouder nogmaals vragen, wanneer is het plan van het wandelpad opgenomen in het bestemmingsplan? Dan kunnen we op uw antwoord opmaken of men als omwonenden inwoners op tijd zijn ingelicht over het wandelpad en zienswijzen hierop konden indienen. Dank u wel. Mijn vraag is richting mevrouw Kelder. Ook bij de PvdA-fractie, de Jokhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al veel over gezegd. Vorige in de oriënterende ronde hebben wij ook aangegeven dit een fantastisch plan te vinden. En als we hem verder afpellen wat de bezwaren zijn, dan zien we dat er een aantal bezwaren zijn ten opzichte van de natuur. Maar tegelijkertijd zien we ook dat in het hele plan heel veel natuur wordt gecreëerd. Dus de facto gaat de natuur er fors op vooruit. Pellen we dan verder de bezwaren af, dan is een constante factor in die bezwaren is toch dat het door de achtertuinen of dichtbij de achtertuinen van de mensen aan de nabije buurt gaan. En dan denken we toch van, ja, daar kan ik me best voorstellen dat je daar last van zou kunnen hebben. En ik denk ook dat dat reëel is als dat een zware druk op zou gaan leveren. En daarom zeggen wij ook dat wij mee willen doen met het verzoek van het CDA om een evaluatie in te stellen en met nadruk op dat vlak. Want meneer Boshoven gaf het al aan, van als je natuur gaat ontwikkelen, want dat gaat daar gebeuren, daar wordt bos gekapt, daar wordt
De trilveen wordt verder uitgebreid. Nou, dat is heel lastig om die natuurwaarde daar vast te gaan stellen. En ik denk ook dat je dat in totaal moet bekijken. Maar daar waar het in essentie om gaat, het is een uitloopgebied van de wijk. En je doet dat in kwetsbare natuur. Dus het punt is, van wordt de natuur zwaar aangetast als daar dagelijks horden overheen gaan lopen. Nou, en dat zal moeten blijken. En wat dat betreft wil ik best aangeven dat wat ons betreft de evaluatie daarover moet gaan. Dank u wel. Ik zie geen vragen in de richting van de heer Jonkhans. Kom ik bij mevrouw Schuur van 50+. Dank je wel, voorzitter. Voor ons ligt het raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan, buitengebied, herziening, winterbed, vecht, deelgebieden, reservaten en Diffelen. Het tot stand komen van dit bestemmingsplan is een proces geweest vanaf 2015, tezamen met alle partners van het programma Ruimte van de Vecht. In de periode van 2015 en 2019 heeft er een algemene informatieavond plaatsgevonden in het LOC, zijn er extra avonden belegd, zijn de wethouder en de raad in het gebied geweest en zijn er een groot aantal gebiedsavonden georganiseerd. In deze 4 jaar blijkt is het bestemmingsplan aan verandering onderhevig geweest. 50+ Hardenberg ziet het vanuit 2 verschillende invalshoeken. De natuur en de mens. De natuur, het intact houden van flora en fauna. En vanuit de mens, het beleven en genieten van wat de natuur te bieden heeft. Voorzitter, zoals de wethouder al benoemde in de meerwaarde van dit wandelpad, de beleving, de bijzondere natuur en het laten zien en daarnaast het behoud van trilveen, sluit 50+ Hardenberg sluit zich bij deze woorden aan. Natuur moet je kunnen beleven en daarnaast gelegenheid geven om het publiekelijk open te stellen met als aandachtspunt dat de natuur wel beschermd moet worden en blijven. Ik wil graag nog een opmerking maken, want ik heb best wel wat dingen gehoord. Ik denk dat we niet moeten vergeten, want we hebben het hier eigenlijk alleen maar over het wandelpad, maar dat het trilveen waar we het hier over hebben ook van belangrijke waarde is. En op het moment dat het trilveen niet aangepakt wordt, dat houdt dus in, het is beschermd, beveiligd en het wordt niet aangepakt, hoe gaat het trilveen er dan uitzien? Wat gaat er dan gebeuren met de flora en de fauna? Dus vandaar dat ik ook aangeef dat dat een van de redenen is wat niet vergeten moet worden. Dank je wel. Voorzitter. Dank u wel. Er is een vraag in uw richting. U mag even blijven staan. Meneer Ronemond. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik werd toch getriggerd door de laatste, volgens mij wat minder voorbereide opmerking van mevrouw Verschuur. Dank daarvoor, omdat u zegt, we moeten dat trilveen aanpakken. Dat betekent eigenlijk, als ik u goed beluister, dat we dat moeten terugbrengen, behouden, et cetera, voor het gebied. Dat staat wat mij betreft enigszins in tegenspraak tot het aanbrengen van, van het openstellen van het gebied door een wandelpad. Want u zegt, we moeten natuur kunnen beleven. Er is aangetoond, volgens mij, in de oriënterende ronde door insprekers. Dat de natuur... Een terechte opmerking. Sorry dat ik u onderbreek. Een terechte opmerking. Ik hoor natuurlijk heel veel verhalen hier. Nou, er gaat wat in mijn hoofd rond dat ik denk van, goh, ik vind dat we hier iets vergeten. Hè, want het gaat ook over het trilveen. En vandaar dat ik ook aangeef, hè, van we hebben het hier over natuur en we hebben het over de mens. Het natuur waar we het hier over hebben is het trilveen, beschermd gebied. Het is een bedreigde soort. Hè. Hier in Nederland hebben we maar een beperkt aantal gebieden wat trilveen. Dus die trilveen willen we graag in stand houden. Maar daarnaast het stukje mens. Het mens wat van dat stukje gebied ook wil beleven en het wil opdoen en het wil zien. Dank u wel. Voorzitter, als ik daarop even kort mag min of meer doorreageren als het ware. Ja, ik was nog niet helemaal klaar. Maar goed, de heer Boshoven zei het ook al in zijn eigen bijdrage. In de oriënterende ronde hebben we ook het een en ander daarin gezien. Je kan ook buiten het gebied of van buitenuit het gebied deze natuur schijnbaar prima beleven. Ik ken het gebied zelf ook wel redelijk goed. Eerlijk gezegd zie ik de meerwaarde dan niet van dat pad door een... voor u zo'n belangrijk stukje, voor ons ook een belangrijk stuk natuur. Dat past
in onze ogen niet bij elkaar, maar blijkbaar in uw ogen dus wel. Ja, dat klopt. Dat, wat u zelf al aangeeft, je kunt er omheen. Maar goed, hè, door met mensen in gesprek te gaan, is ook gehoord van, goh, hè, we hebben het over wandelaars, natuurliefhebbers, die toch iets dichter bij de natuur willen. En met behulp van een wandelpad, een vlonderpad, wordt dat mogelijk gemaakt. Andere vragen in de richting van mevrouw Verschuur? Dan wil ik nu het woord geven aan het college. En ik dacht dat de heer Drietstap dat gaat doen. En misschien kunt u ook een eerste oordeel uitspreken vanuit de richting van het college over het amendement dat voor ligt. Dat is prima, voorzitter. Als u het me toestaat, doe ik dat wel even aan de hand van een inleiding. Want het gaat namelijk over het proces. En dat is nogal bepalend wat ons advies vanuit het college zou zijn richting het amendement en de motie. Want vorige keer hebben we erover gesproken, echt op hoofdlijnen, hoe wij tegen het proces aankijken. En over de positie van de raad in deze fase. Daar wil ik aan de voorkant de opmerking maken dat het gebiedsproces natuurlijk nooit in plaats is van een democratisch besluitvormingsproces. Hè. U zit hier om te beoordelen of u het zowel inhoudelijk goed vindt en het proces ook nader te duiden of te beoordelen. Ik heb vorige keer geprobeerd in de oriënterende ronde daar op hoofdlijnen doorheen te gaan, waarin wij denken dat het proces op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Daar sta ik nog steeds voor de volle 100% achter. En ook omdat de vragen hier nog steeds heel erg leven, heb ik ook gevraagd aan de organisatie en ook aan onze partners. Werkt dat nog eens een beetje voor mij uit met al wat enkele details om ook dat comfort aan u te geven. Want ik sta hier echt met comfort als ik terugkijk naar het proces. Dat staan wij als college, want er is een goed proces gedraaid en we zijn tot een resultaat gekomen. Dat dat niet tot leidt dat iedereen daar tevreden over zit, is, zegt niet direct dat het proces niet goed is doorlopen. Daarvan is het ook mooi dat we hier op dit moment over dit soort zaken kunnen spreken. En u daar ook de laatste, het laatste woord in hebt als raad. Dus dat laat ik ook volledig bij u. Om toch daar iets meer in te duiden, ik proef heel erg dat die behoefte daar ook bij u in is, wil ik zeggen van we zijn in 2013 begonnen met de grondeigenaar. We hebben daar eerst daar met hen de gesprekken gevoerd en we zijn in 2015 voor het eerst naar buiten gegaan. We zijn naar buiten gegaan met een openbare bijeenkomst bij het LOC. En nou, daar hebben mensen daar input op geleverd. Maar het is tot stand gekomen vanuit die groep die vanuit Ruimte voor de Vecht werkt, hè, met onze partners. Eind 2015 was er het eerste schetsontwerp. Daar staat overigens geen pad in. En 1 maart 2017, ik neem u er toch eventjes in mee door, is er het voorlopige ontwerp, hè, dat komt vanuit het schetsontwerp, is gepresenteerd in het LOC, nog steeds over het LOC, zonder pad. En dit is een heel cruciaal moment geweest in het proces, want daarin is op het ontwerp wat eigenlijk is tot stand is gekomen, is gezegd van, vanuit de groene groepen ook, van, wilt u nog eens even goed kijken naar de toegankelijkheid van het proces, van het gebied. Want in onze beleving is dat niet helemaal in balans. Dus is er een groep aan de slag gegaan om te kijken of we anders naar de toegankelijkheid zouden kunnen kijken. En zijn er een aantal paden uitgegaan, hè, ook op, vanuit de groene groep, omdat daar de zorgen lagen. En vervolgens is daar, samen met die partijen die erover hebben nagedacht, is er ook weer een pad ingekomen. Dus met inclusief diezelfde groene groep. Dat heeft dus geleid tot een aanpassing in het ontwerp. Voorzitter, zal ik even een verduidelijking mogen vragen? Ja. Dat mag als een verduidelijkende vraag, anders stel ik voor dat u voor de tweede termijn houdt. Ja. Een verduidelijke vraag. De heer Drietstap geeft aan van groene groepen. Kan hij duiden welke groepen dat zijn? De partner in Ruimte voor de Vecht is NMO Overijssel. Staatsbosbeheer, ja, waar houdt het voor op? En de treinbeherende organisaties, dat zijn de groene groepen, zeg maar, die vertegenwoordigd zijn. IVN, ja, die vallen ook ergens ook weer indirect onder NMO. Maar NMO en Staatsbosbeheer zijn de directe partijen, zeg maar, die in Ruimte voor de Vecht betrokken zijn. Ga ik daar even verder over. Want daar is dus, vervolgens is er een werkgroep mee aan de slag gegaan. Die is daar naar gekeken. Die heeft dus vervolgens een nieuw tracé geopperd. En dat is vervolgens opgenomen in het definitief ontwerp. Dat is in april 2017 is dat gebeurd. En in juni 2017 is het eerste contact geweest met de omwonenden van de Orionlaan. Want daar is ter oren gekomen. En vervolgens is er een bijeenkomst in de wijk georganiseerd over van dat hier dus nu dat pad ligt. Dus daar is wel heel erg naar geluisterd, of is gecommuniceerd, maar vervolgens ook wel met elkaar gezegd van heel snel duidelijk werd dat je daar niet met elkaar eens werd of daar wel of niet het pad moet komen.
Vervolgens is daar, het gesprek is dus wel gevoerd. Ik merk dat dat voor jullie een heel cruciaal punt is geweest in de Raad, wat ik op meerdere punten heb teruggekregen. Dus dat wil ik hier ook graag zo benoemen. Daarna hebben er nog een aantal contactmomenten zijn er geweest. En uiteindelijk is dat vertaald in het bestemmingsplan en ook daar is weer over gecommuniceerd en ligt nu dit plan hiervoor. Dus om even met u mee te nemen over het proces en is er wel gecommuniceerd en zijn de mensen ervan op hoogte gesteld, daarvoor zeg ik volmondig ja. Leidt datzelfde proces altijd tot overeenstemming met alle partijen? Dat zeg ik ook volmondig nee, want iedereen die hier ook heeft ingesproken, die u heeft geïnformeerd, die zienswijze, die heeft vanuit eigen perspectief altijd gelijk. Hè? De inhoudelijke kant, en daar gaat de evaluatie overigens ook over, hebben wij echt getoetst. Hè? We hebben het onderzoek gedaan van, is het verantwoord om op deze plek een pad aan te leggen, ook ten aanzien van de bestaande ecologische waarden? Daarvan zeggen wij, dat is verantwoord, anders hadden wij dat nooit gedaan. En dat zeg ik wij, dat is het hele gebiedscollectief zeg maar, wat daar aan het werk is, inclusief de grondeigenaar Staatsbosbeheer, want die heeft daar zelf ook doelstellingen in te realiseren. Denken wij dat het uiterst zorgvuldig is doorlopen, dat we goed over hebben gecommuniceerd met de mensen, maar dat we nu wel op het punt staan dat er op een plek een pad wordt ingelegd, een plek van een project, 260 hectare, 60 hectare natuur, waarin wij ook als gemeente hebben ingebracht van als je zo'n forse investering doet in zo'n gebied, dan is de beleefbaarheid daar een heel belangrijk onderdeel van. Die heeft daar zijn plek in gekregen, dat is met alle partijen tot stand gekomen, er is over gecommuniceerd en nu denken wij dat hier een voorstel bij u ligt waarin u, zeg maar, zoals het hoort, in een keurig democratisch proces het laatste woord hebt om te zeggen van, is ons dat waard? Wij vanuit het college hebben die beoordeling samen met de andere partijen gemaakt van absoluut ja. Ik heb geprobeerd u het proces te duiden. En dat geeft wat mij betreft ook een reactie op het amendement, voorzitter, bij u goedvinden. Want daarmee zeg ik ook van, het amendement laat ik absoluut aan het oordeel van u. Ik heb geprobeerd aan u te zeggen van, zo is het proces doorlopen. Wat ons betreft vanuit het college zal het daarin passen. Als u vindt dat wij verkeerd reageren, hè, want dat zegt u eigenlijk op het zienswijsverslag en dat we het zienswijs moeten overnemen, wil ik dat graag aan het oordeel van de Raad geven en dat ook bij u laten. En de motie over de evaluatie. Kijk, er zit één aanname in. En dat is vanuit het feit dat je geen verhardpad aanlegt, behalve dat stukje knuppelpad dat over het trilveen heen gaat, en dat dat niet een hele sterk aanzuigende werking heeft. Dus ik zou graag met onze gebiedspartners, ik kijk even naar de heer Nijhoff, graag met onze gebiedspartners ook kijken of dat feit in de praktijk ook werkelijkheid is. En dat de natuurwaarde waarvan wij dachten dat die niet, hè, want er wordt heel gericht ook op een aantal vlinders, op een buizerd en dat soort dingen, waarvan wij denken dat dat niet het negatieve effect heeft, dat we daar ook dat gesprek is nog eens weer gaan voeren met onze gebiedspartners. Ik weet niet precies hoe ik het moet interpreteren, hè, de vraag die u nu stelt, maar die toereiking zou ik heel graag doen om binnen Ruimte voor de Vecht, daar gaan we nog mee verder, hè, dat besluit hebben we ook genomen. Dus dat collectief van al die verschillende samenwerkingspartners, dat is er nog. Om binnen dat collectief van al die partners nog eens een keer met elkaar de vraag stellen, jongens, we hebben dat zo bedacht, heeft zich dat zo ontwikkeld? Ik hoor wel enige verschillende interpretaties over de vraag die het CDA heeft gesteld, dus misschien goed dat u daar straks ook iets over zegt. Want vraagt u mij, gaat u weer met de omwonenden in gesprek? Dan denk ik niet dat de mening van de omwonenden per direct anders is geworden als het pad er ligt. Je zou hooguit kunnen zeggen, ja, maar het zijn in één keer horde mensen geworden. En dan kom je ook met de Staatsbosbeheer in gesprek van, ja, kan dit gebied dit wel aan? Ja, en dan zul je dan, als dat zo mocht voordoen, en laten we, nou, ik zou bijna zeggen, er hoeft niet eens voor te evalueren, want dat moet je altijd monitoren, maar ik wil u van harte toezeggen dat we dat gesprek ook gaan voeren en een jaar of over 2 jaar kijken van jongens, maar er komt nu zo'n belasting op dat gebied. Hè, want dat zit voor mij echt wel het inhoudelijke argument. Van, is dat nog wel iets wat je zou moeten willen? Ik hoop dat dat wat tegemoet komt aan de wens van u, maar ook de ChristenUnie. En ik dacht dat u daar vanuit de PvdA ook bij aansloot. Was daarop gericht. Voorzitter, ik heb de motie lag er nog niet. Het was nog een vraag. Hè, dus ik hoop dat ik daarmee u voldoende tegemoet heb gekomen en dat ik het goed geïnterpreteerd heb. En ik denk dat ik de vragen heb beantwoord. De motie zat nog in de achterzak. En wellicht komt het nu op tafel, dat zullen we in de volgende ronde merken. Ik kijk of er nog feitelijke vragen zijn richting wethouder, of dat we de volgende ronde kunnen ingaan en wellicht een stap kunnen maken in de richting van besluitvorming. Ik zie u hier naar knikken. Voorzitter, vroeg u nou eigenlijk om een tweede ronde nog? Want dat was mij niet helemaal duidelijk. Want ik heb nog een vraag voor de tweede ronde. Ja,
ik proef dat er behoefte is aan een tweede ronde. Ik hoor in ieder geval u zeggen dat vanuit diverse fracties er een motie boven de markt hangt. Ik hoor ook een aantal fracties vragen om een reactie op het amendement wat ze ingediend hebben. Maar ik zou het graag willen toespitsen, niet meer in het openieren, dan we langzaam een stapje maken naar besluitvorming. Dat we daarna kunnen stemmen over in ieder geval het amendement, voorstel en eventueel een motie die erom vast zit. Dus even een slagje, denk ik, richting besluitvorming in een tweede ronde toespitsen. Is dat akkoord? Dan kijk ik eerst in de richting van ChristenUnie. Nee. Een reactie op de motie. Ik zie u. Die laat ik in eerste instantie bij het CDA liggen. Ja. Wat ik wel proef, is dat de reactie van de wethouder niet zich nog wat verengt ten opzichte van zeg maar, wat in de motie verwoord staat. Dus dat is wel wat mij in eerste instantie opvalt. Dus ik laat het aan het CDA. Wellicht een optie om te gaan schorsen. Voorzitter. Ik kijk even de richting van het CDA, wat dat betreft. Voorzitter. Ben je voorstel van orde? Ja, voorstel voor orde. Ik zou, voordat dat oordeel gegeven wordt, zou ik graag even willen schorsen. Ja, omdat wij namelijk ook overwogen hebben om mee te doen met die motie. Dus het lijkt me wel net zo kies om dat eerst even te overleggen. Uitstekend. Voorzitter van orde, dat gaat altijd voor. Heeft u aan 5 minuten genoeg? Ja? Dan schors ik tot 9:50. Dames en heren, het is 9:50. Mag ik u uitnodigen om weer te gaan zitten? Iedereen is weer aan tafel. Meneer Jonkans, u vroeg om schorsing, dus ik geef u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben even beraadslaagd. Maar ik vind het toch wel netjes om dan toch de heer Nijhoff eerst het woord te geven. Want uiteindelijk is hij de indiener van de motie en hij mag het verlossende woord spreken. Voor de of de indiener, nou laat ik zo zeggen. De aankondiger. De motie heeft aangekondigd. Meneer Nijhoff, als aankondiger van de motie die er nog niet ligt. En nu het woord. Nee, precies. En de woorden van de wethouder om een evaluatie met betrokken partijen in het gebied te organiseren, die is voor ons voldoende. Dus we houden de motie, wordt niet ingediend. Goed, waarvan akte. Dan voor u ook de tweede termijn met wellicht nog een opmerking over het amendement. Het amendement. Dat doet volgens mij afbreuk, of nee, doet geen recht aan de unanieme goedkeuring van het voorstel, van het raadsvoorstel zoals dat er ligt. Ik ga naar de heer Boshoven. Ja, voorzitter. Ik heb er niet heel veel over te zeggen, meer dan dat er al gezegd is. Het amendement blijft in stand. Ik heb de wethouder ook gehoord en wij vinden niet dat een klein onderdeeltje wat dat wandelpad is, om dat uit het plan te halen, dat het afbreuk doet aan het proces of aan betrokkenen of hoe of wat dan ook. Voorzitter. We gaan zo over stemmen. VVD-fractie. Kijk even. Jok. Geen opmerking, tweede termijn. Nee. Fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat mijn collega van GroenLinks in ieder geval het amendement in stand houdt, zodat ik het ook mede kan indienen. Ik had toch wel even een aanvullende vraag op basis van de beantwoording van de wethouder. En daarom vroeg ik ook expliciet even naar die tweede termijn. In de beantwoording van de wethouder lijk ik toch te proeven dat er een, hoewel klein, maar toch aanwezig risico voor de natuur is. Ook omdat we dus wel gaan evalueren. En we evalueren niet als we denken dat er niks aan de hand is, lijkt mij zo. Dat gezegd hebbende, hoor ik de wethouder in zijn betoog zojuist zeggen dat we een natuurgebied van een aantal hectaren aanleggen en dat we om die reden het ook toegankelijk lijken te maken. En de koppeling waarom een natuurgebied, en dan met name een kwetsbaar natuurgebied, toegankelijk moet zijn, want het lijkt wel alsof die discussie vandaag daarover gaat, die ontgaat me enigszins. Dus mijn vraag aan de wethouder is expliciet, waarom moet een kwetsbaar natuurgebied toegankelijk zijn? Ik zie de wethouder meeschrijven, dus daar komt hij zo op terug. Mevrouw Kelder.
Ik heb verder op dit moment geen opmerking. Zometeen met de stemming wel. Richting PvdA. Ja, ik heb nog wel een opmerking. Eigenlijk een vraag over het amendement. Ik bedoel, meneer Bak gaf net aan van dat hij worstelt en het moeilijk vindt om tot een besluit te komen. En dat hij toch uitgaat van argumenten. Nou, dan wil ik hem toch nog vragen van... De wethouder heeft aangegeven dat er een aantal paden zijn geschrapt en dat deze daarvoor teruggekomen is. Dus netto is uiteindelijk in het vervolgproces de natuur er beter op geworden. Wellicht dat dat argument de heer Bak nog kan overtuigen om de steun aan het amendement in te trekken. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Jongans, ja, dat zou je zomaar zo kunnen bedenken. Maar goed, wij redeneren niet alleen vanuit natuur. Dus we hebben wat andere motieven dan de Partij van de Arbeid. We kijken ook naar, is het draagvlak voor een dergelijk wandelpad. En ik heb daar geen verandering en andere inzichten gekregen tijdens deze vergadering. Dus wat dat betreft blijft onze steun voor het amendement staan. Hij doet het. Of 50 plus. Mevrouw Schuur. Ja, dankjewel, voorzitter. Het enige wat ik nog wil zeggen is van dat de toezegging die de wethouder heeft gedaan, dat we die ook ondersteunen. Dankjewel. Wethouder, nog een enkele vraag richten bij u. Van de heer Rodemond. Voorzitter, ik heb niet willen suggereren dat alle natuur toegankelijk moet zijn, maar wij vinden bij zo'n groot project van 260 hectare... wat opnieuw wordt ingericht, dat het gaat over water, natuur en sociaal-economisch... en dat een stukje beleefbaar maken van de nieuwe natuur... heel passend zou zijn in zo'n totaalplan. Dat is wat ik heb willen zeggen. Ja, hij doet het. Ik stel voor dat we overgaan tot besluitvorming. Is dat akkoord wat u betreft? Is er behoefte aan stemverklaring? Dag mevrouw Kelder, u had uw vinger opgestoken. Dan loopt het rondje even linksom. Bij het PvdA, 50 plus... Stemverklaring? Nee. Mark Helder? Onze fractie, daar is één fractielid die tegen is, de rest is voor. Dus dan weet u dat. Want we zijn natuurlijk wel blij met het antwoord van de wethouder van wanneer en hoe het precies het proces is verlopen. En daar zijn we al blij mee. Dus vandaar deze uitkomst en die ik nu aangeef. Voorzitter, misschien even een klein punt van orde, maar stemmen we nu over het amendement? Is het de stemverklaring over het amendement of over het voorstel? Want nee, we beginnen met het amendement. Okay. En daarna komt het voorstel, zo hoort het. Ja. Maar ik ga ervan uit dat uw stemverklaring richt zich op het amendement of op het voorstel? Dit op voorstel. Ja. Nee, ja. We beginnen met het amendement. Daar beginnen we mee. Kijk, als er andere stemverklaringen zijn, dat is niet zo. Dan breng ik allereerst het amendement in stemming. Wie zijn daar voor? Ja. Sorry, dit had ze ook erbij. Over het amendement ben ik uiteraard ook voor. Omdat het verdeeld ligt even per persoon. Nu lijkt me het handig. Dan gaan we het rijtje even rond. Wie met hand opsteken? Wie zijn daarvoor? Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 leden. Wie zijn daar tegen? Dat zijn de andere leden. Nu het voorstel als zodanig. Wie zijn er voor het voorstel? Voorzitter, ik wens nog een stemverklaring te geven over dit voorstel. Ja, het voorstel. Ik was te snel. Stemverklaring bij het voorstel. Ik loop even rond weer. Ik kijk eventjes wie daar... Ja. 50 plus, PvdA ging. Koers. Meneer Rodemond, stemverklaring. Voorzitter, dank u wel. Gezien het wegvallen van het amendement en dat daardoor het originele voorstel... op tafel ligt, zie ik mij genoodzaakt om tegen het voorstel te stemmen. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Wij zitten daar net even iets anders in. We vinden dat het wandelpad een te klein onderdeel uitmaakt om tegen het voorstel te stemmen. Maar we willen het wel graag geadresseerd hebben dat wij als partij tegen het wandelpad zijn, maar voor het voorstel zullen stemmen. De heer Boshoven, stemverklaring.
Voorzitter, hoewel ik het betreurenswaardig vind dat het wandelpad in het plan zit, vinden ook wij het wandelpad een te klein onderdeel om het hele plan daarvoor niet te steunen. Dus wij steunen inderdaad ook het wandelpad niet, maar het voorstel wel. CDA-stemverklaring. De heer Nijhoff. Wij steunen het voorstel. Nou, dat hoeft geen stemverklaring te zijn. Nee. Fractie van de ChristenUnie. Geen stemverklaring. Geen stemverklaring. Dat brengt het voorstel nu in stemming, dus het voorstel zoals er ligt. Wie is daarvoor? Dat is met algemene stemmen, behalve de heer Rodemond. En de heer Gesink. Twee stemmen tegen en 31 stemmen dus voor. Het voorstel is mee aanvaard. Met complimenten aan iedereen die daar ambtelijk en bestuurlijk meegewerkt heeft. Ik heb begrepen dat het een heel lang proces is geweest. Eigenlijk wel vanaf 2013 heb ik begrepen, dus bijna 6 jaar. En dat in ieder geval leidt tot een plan van deze orde, dat is denk ik een hele knappe prestatie. We hebben twee moties. Vreemd aan de orde van de dag, zoals het heet. En ik wil eigenlijk beginnen met een motie die ingediend gaat worden door PvdA 50PLUS op koers GroenLinks en D66. En kijk even wie van u daarover het woord voert. Is dat mevrouw Ploeghorst? Die staat als eerste genoemd. Dan krijgt u het woord. Dank u wel, voorzitter. Zowel tijdens de raadsexcursie, waar een groot aantal leden van deze raad bij aanwezig is geweest, als bij de uitreiking van de stimuleringsprijzen voor bewonersinitiatieven, is gebleken dat een heleboel initiatiefnemers, bewonersinitiatieven in onze gemeente aangeven dat na verloop van tijd, als een initiatief succesvol is, dat het soms wat moeilijk is om het door te ontwikkelen, om deskundigheid te krijgen, om het te borgen. En dat zijn vragen die ook gedeeld zijn tijdens onze excursie. We hebben een fonds maatschappelijke initiatieven en deze zijn voor nieuwe initiatieven en niet voor bestaande gevestigde initiatieven. En wij hebben gezamenlijk een motie opgesteld waarvan het dictum luidt: draagt het college op te inventariseren en te onderzoeken op welke wijze en in welke vorm deze ondersteuning geboden kan worden aan bestaande succesvolle bewonersinitiatieven in de gemeente Harderberg. En uiterlijk tijdens de oriënterende behandeling van de begroting 29 oktober 2019 met een advies en of voorstel te komen. Dank u wel. U mag misschien even blijven staan. Ik ga ervan uit dat de andere ondertekenaars geen behoefte hebben tot nader onderbouwing. Maar dat wellicht tot vragen leidt bij de fractie die niet mee ondertekend hebben. Ik kijk of dat zo is. Hij blijft stil. Mevrouw Meijering. Ja, de VVD is vooral benieuwd naar de reactie van de wethouder op dit punt. En wacht dat graag even af. Wethouder, nu het woord. Voorzitter, ik was net te laat. Ah nee, neem niet kwalijk, ja. Ja. Het spreekgestoelte. Nou, ik was ook wat later hoor. Dank u wel. Op zich een hele positieve motie. Ook een hele concrete aanleiding lees ik. Als ik kijk naar het besluit, dan zie ik toch nog wel wat subjectiviteit erin. Hè. Wat is nou een succesvol project? En het maakt het gelijk ook heel breed. Maar waar ik zelf mee aan zit te denken is het miljoen wat wij hebben gereserveerd. Daar gaan wij nog met elkaar over in gesprek. Ik begreep dat er binnenkort ook een datum komt waarin wij als hele raad gaan praten over hoe kunnen wij die middelen gaan inzetten. Welke ideeën leven daarvoor? En het lijkt me veel beter om daarop te wachten, tot daar meer helderheid is van hoe wij dat geld met elkaar willen gaan inzetten, dan om nu op voorhand dergelijke initiatieven in te dienen. Hij is ook voor mij heel breed en heel onduidelijk. Hè, want ergens staat er ook in dat we op een bepaalde manier exploitatiesubsidie gaan geven aan projecten waarvan wij eerder hebben gezegd, nou, dat doen we in principe niet. Dus ik vind het inhoudelijk. Waar ziet u dat terug? Ik weet niet waar u precies op doelt. Als u mij eventjes aangeeft van waar die exploitatiesubsidie-idee bij u vandaan komt, dan
hoop ik dat ik daar een antwoord op kan geven. Want nou, er staat... dat is niet de strekking van de motie, dus nee, dat is wel bijzonder. Nee, er staat namelijk op welke wijze en in welke vorm. Hè. U ziet dat sommige projecten het moeilijk hebben. Dat heeft heel vaak met lopende... Hè, u zegt net in uw verhaal nieuwe projecten. Die kan het maatschappelijk initiatievenfonds. Dus u heeft het over lopende projecten. Dan hebben we het eigenlijk bijna altijd over exploitatievormen. Nou, dan in dit geval niet, maar ik de, zou... Vooral de vraagstukken die bijvoorbeeld bij de stimuleringsprijzen van bewonersinitiatieven naar voren kwamen, waren van hoe borg je het nou goed in de samenleving? Als je iets ontwikkeld hebt met z'n allen, hè, er zijn een heleboel voorbeelden in te noemen, hoe zorg je dan dat het beklijft in de samenleving zelf? Hoe hou je de vrijwilligers actief? Hoe zorg je dat mensen het initiatief verder brengen? Hè? Dat het niet een koninkrijkje wordt van een paar mensen op een gegeven moment na 5 jaar of na 10 jaar of na 15 jaar. Dus dat is, wordt bedoeld met borging. Is daar wellicht de verwarring bij u ontstaan? Nou ja, goed, ook daarvan denk ik, dan hebben wij een maatschappelijke instelling als de STU die juist op dat gebied zou moeten opereren. Dus nou ja, voor mijn gevoel doen we al een hele hoop dingen op dat terrein. En is het mij ook niet duidelijk, zou ik maar zeggen, waar u precies naartoe wilt. Plus, we hebben nog iets in het verschiet liggen. Waar dit wellicht onderdeel van zou ja, kunnen het Fonds zijn. Maatschappelijke Initiatieven is natuurlijk nadrukkelijk voor nieuwe bewonersinitiatieven. Als je daar nu naar kijkt, dan zijn er geen mogelijkheden om bijvoorbeeld, als je zegt van we willen een andere, we willen samen gaan werken met initiatieven uit de omgeving. Dat is een van die voorbeelden die bijvoorbeeld tijdens de excursie werd genoemd. We willen gaan samenwerken met anderen in de omgeving die dezelfde ambities hebben als wij als dorp met een initiatief. Hoe kunnen we dan die samenwerking vinden? Niet alleen inhoudelijk, maar ook in een vorm van organisatie gezamenlijk. Nou, dat zijn vraagstukken waar je bepaalde expertise en deskundigheid bij nodig bent. Die je soms als initiatief niet kan bekostigen hè, om in te huren. Maar die ook niet altijd beschikbaar is bij de reguliere dienstverlening. Nou, dat zijn van die vraagstukken. Als je zegt van we willen doorontwikkelen, we willen meer regie bij die samenleving. We willen dat bewoners gemotiveerd en betrokken blijven, maar dat er ook een doorstroom in zit. Nou, daar, dat kwam ook nadrukkelijk terug, en ik weet niet of u daar was, maar hè, bij de stimuleringsprijzen. Dat wordt bedoeld in de motie met doorontwikkeling en borging. Niet exploitatie, ook niet bestaande of nieuwe initiatieven, maar SEC van hoe zorg je nou dat iets wat staat als een huis ook blijft staan na als het 5 jaar bestaat of 10 jaar of 15 jaar. En dat zijn relevante vraagstukken waar bewoners en vrijwilligers in onze gemeente tegenaan lopen. En niet alleen één initiatief, maar inmiddels dus in 2 dagen tijd hebben we daar 15 initiatieven over gehoord. Nou, ik vind dat wel een signaal. Ik zou ook de vinger van de heer Van der Wel. Ja, voorzitter, ik was wel benieuwd, want als je het dictum leest en dan staat er, letterlijk bestaande succesvolle bewonersinitiatieven ondersteunen. En mijn vraag zou dan zijn, hè, als een initiatief wel succesvol is, waarom heeft het dan nog ondersteuning nodig? Omdat ze tegen de vraagstukken van borging en doorontwikkeling aanlopen. Dus het succes, soms gaan ze ook ten onder aan het succes. Hè? Dat werd ook aangegeven. Hoe kunnen ze dat voorkomen dat iets vastloopt omdat een bepaalde groep bijvoorbeeld geen nieuwe aanwas krijgt? En dat zijn vraagstukken die je niet kan indienen bij een fonds maatschappelijk initiatief. Zijn soms ook bepaalde deskundigheid is daarvoor nodig. En dat is, werd ook aangegeven tijdens de excursie. Ja goed, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat we toch te maken hebben met een klein misverstand. Het miljoen wat wij gaan inzetten in een fonds, dat is niet het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Daar moeten wij nog met elkaar over praten waar we dat aan gaan besteden. Nou, ik meen te horen dat u een goed idee heeft voor een deel van de besteding van die middelen. Dus ik zou zeggen, het zou goed zijn als u de motie nog even aanhoudt tot wij dat fondsvorm hebben gegeven. Dan kan dit wellicht een goede plek binnen dat fonds krijgen. Ik ga dat even met de andere fracties die deze motie hebben besproken zo bespreken. Maar ik zou ook graag nog een reactie van de portefeuillehouder willen hebben. Misschien zullen we daarmee beginnen? Ook nog goed om even te doen. Ja, dan stel ik voor dat de portefeuillehouder haar reactie geeft en dat u daarna de balans opmaakt. Voorzitter, het is niet eens afgesproken werk, maar onze reactie namens het college was in grote lijnen in overeenstemming met de heer Stelpstra. Omdat, en dat heeft met name te maken met de datum die er wordt genoemd voor de oriënterende ronde begroting.
omdat we het een heel belangrijk, niet alleen sympathiek, maar ook een heel belangrijk onderwerp vinden. Wij waren ook bij die uitreiking en bij het uitje. En dat valt ons ook op en we horen dat ook op andere plekken ook. Dus we willen daar best naar kijken en dat hoeft wat ons betreft, zou ons advies zijn, ook niet direct voor de begroting. Want als het een onderwerp is wat op de agenda zou kunnen komen voor het extra miljoen, dan hoeft dat ook niet noodzakelijk voor een begrotingsbehandeling te zijn afgehandeld. En we hebben liever iets meer tijd dat we met een goed voorstel zouden kunnen komen. Dus wat ons betreft zouden we zeggen, zou het misschien een idee zijn om de motie aan te houden. Dan proberen wij wel met een voorstel te komen. En ondertussen, want op 8 oktober is de eerste bijeenkomst over het miljoen. En dat wordt inderdaad, dat is niet één op één het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Dus daar kunnen ook andere criteria voor gelden. Ja. Heeft u behoefte aan schorsingen of heeft u aan non-verbaal contact genoeg gehad inmiddels? Ja? Heeft u al 5 minuten voldoende? Ja? Ik zie al wat instemmend knikken bijna. Maar dat betekent dus dat we hem aanhouden. Goed. Dan een vervolgmotie, andere motie. Van de heer Schuurman, van 50PLUS. En die gaat over de windmolens. Meneer Schuurman, u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is onduidelijk geworden dat ook aan de Duitse kant in het gebied van Bergentheim, Klooster Zipkelo, windmolens zullen worden geplaatst. Wij maken ons wat zorgen om het feit van straks worden ze gebouwd aan de Hardenberger kant en ook aan de Duitse kant dat dit gebied er compleet tussen komt te zitten. Het dictum van onze motie luidt dan ook om de huidige plannen van de gemeente Hardenberg, die hier voor het gebied Bergentheim, Klooster Zipkelo bestaan, aan te houden. En eerst met de Duitse lokale autoriteiten overleggen wat zij gaan doen en wat eventueel gezamenlijk gebeuren kan. Tot zover. Dank u wel. En dan kijken of de behoefte is aan een vraag. Ja, ik ga even rond. PvdA, Jonkans. Ja, ik zou meneer Schuurman willen vragen, voorzitter, of het dan niet verstandiger is dat het toch veel sterker is als je eigen plannen gewoon blijft ontwikkelen. En dat inbrengt in dat overleg, van waarom zou je eerst moeten wachten, want ik begrijp u dat uit uw woorden dat je het moet aanhouden, dus even stopzet, en de Duitsers alle ruimte geeft om dan wel die ontwikkeling te doen. Nou, ik denk dat het, als je een gelijkwaardige positie inneemt, en ik heb inmiddels begrepen van de wethouder dat die gesprekken al, dat is volgens mij de vorige keer al aangegeven, dat die gesprekken al plaatsvinden met de Duitse buren. En dan is het toch veel verstandiger om ook zelf je plannen in te brengen in plaats van even te zeggen van nou gaat u eerst maar voor. Dank u wel, voorzitter. Je stelt nu duidelijk in onze motie dat er overleg moet plaatsvinden met de Duitse autoriteit. Kijk, je kunt nu wel vast beginnen daar te bouwen, enzovoort, enzovoort. Maar dan krijg je dus op een gegeven moment dat er verdubbeling kan zijn. Zowel aan de Duitse kant als aan de Nederlandse kant. Dus onze vraag is van, ga dan in goed overleg met de Duitse autoriteiten. Eerst overleggen wat gebeurt er aan die kant en wat gebeurt er aan onze kant. Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een aantal jaren geleden alweer als raad uitgesproken dat wij ambities hebben. En die wisselen wel enigszins van grootte, maar zijn nog steeds aanzienlijk wat betreft de opwekking van duurzame energie. En uw voorstel leidt ertoe dat wij binnen afzienbare tijd in ieder geval niet onze ambities lijken te gaan halen met de huidige technologie. Dat wil zeggen wind en of zon, omdat wij als raad ook elke keer weer in staat zijn om redenen te bedenken waarom wij niet tot projecten moeten komen. Dus is inderdaad aanvullend eigenlijk op de vraag van de heer Jonkhans, is het dan niet beter om onze energiebehoeften in ieder geval wel op peil te krijgen en dat op basis van duurzame opwekking en dan inderdaad met de Duitsers, met de Duitse collega's in overleg te treden
hoe kunnen we tot verdere inrichting komen. Maar goed, de ambities blijven staan. En volgens mij hebben we nog maar een paar jaar tijd voor 30% duurzame energieopwekking. Of anders aan u de vraag, ziet u anders mogelijkheden om op een andere manier tot die 30% te komen? Nou, u zegt al twee dingen. Punt 1 zegt u van, luister, wij moeten gewoon doorgaan en overleggen. Dat zegt u in wezen. Ja, wat wilt u dan? Wilt u eerst overleggen of wilt u doorgaan? U gaf de samenvatting en u stelt de samenvatting weer in een vraag. Ik wil doorgaan met de realisatie van grootschalig opwekking duurzame energie. En dat betekent dus ook de windturbines in onze gemeente. Daar maak ik verder nooit een geheim van volgens mij. Dus die verwarring van u snap ik daarin niet. En overleggen inderdaad met überhaupt alle buurgemeenten. Wat speelt er hier allemaal? Hè? Dus dat geldt ook voor Twente, Drenthe, regio Zwolle en Duitsland natuurlijk. Om te kijken of we in gezamenlijkheid tot nog meer mooie plannen kunnen komen. En waarde van het gebied zoveel mogelijk intact laten. Laten we het daar maar op houden dan. Is dat helder genoeg? Nou, ik vind het in zoverre helder dat u zegt van we moeten doorgaan en toch kijken wat er in het gebied gebeurt. Ik vind dat een beetje dubbel. En daar mag u anders over denken, maar goed, dat is mijn idee. Ik ga even door met het rondje, de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben bij de VVD vinden nogal wat van deze motie. En ik wil niet zuur overkomen of betamen dat wij ergens recht op hebben of wat dan ook. Maar volgens mij zijn dit ongeveer de vragen die ik vorige week tijdens de actuele vragenronde gesteld heb. En daar is verslag van gedaan op harderwerk.nu, als ik me even goed kan herinneren. En volgens mij zijn dit de vragen die daar zo ongeveer ook beantwoord zijn, die de wethouder ook al beantwoord heeft. Dus ik vind het niet helemaal kies dat deze motie hier nu voor ligt. Dat is één. Twee vind ik deze motie ook niet recht doen aan de afspraken die wij hier met elkaar als raad gemaakt hebben. En daar hebben wij de wethouder, nou, in ieder geval de VVD, regelmatig op bevraagd. En ook best wat druk gelegd om dit jaar met een goed voorstel te komen. En wij willen graag het college de ruimte geven om met een goed voorstel te komen. En vorige week heb ik louter de vraag gesteld of het niet verstandig zou zijn om van de plannen af te zien om een zaadje te planten voor de discussie voor aankomend najaar. En om nu dan met een motie te komen als deze, dat vind ik een wantrouwen richting het college, maar ook richting deze raad, niet correct om te doen. Dus zoals ik net al zei, wij vinden hier nogal wat van. Ik of daar een vraag, de heer Boshoven, neem ik kwalijk. Ja. Nou ja, er werd geen vraag gesteld, dus ik kijk even of... Ja, nou, de reactie. Ja. Wat mij verbaast, meneer Bachter, is dat uw fractievoorzitter daar anders over denkt. Ik heb met hem hier ook contact over gehad en u zegt, u moet je zeker indienen. Dan vraag ik me af wat zit er bij de VVD fout. Met wie heeft u contact gehad? Ik heb het even niet gehoord. Met Bert Gelling. U hebt met Bert Gelling contact gehad? Ja, goed, luisteren. Ik ben de portefeuillehouder, dus ik heb geen idee of dat contact er is geweest. Dus daar wil ik me even niet over laten gaan. Ik heb andere signalen van de heer Gelling over gekregen, overigens. Maar goed, dit is het standpunt wat ik hier verwoord namens de VVD. En u kunt proberen het tweespalt te drijven binnen de VVD, maar daar ben ik ook niet zo van gecharmeerd. Dit is ons standpunt. En nogmaals, ik wil ook wel even uw reactie op hetgeen ik nu hier neerleg. Nou, ik ben niet zo gecharmeerd dat u overlegt, terwijl dat u in Gelling op Ibiza zit. Ik heb telefonisch met hem contact hierover gehad, maar u was zelf ook in het buitenland op dat moment. Dus ik heb hem aan de telefoon gehad. En voorzitter, mag ik toch hier even wat van zeggen? Want ik vind het echt een beetje verwerpelijk dat er nu over iemand gesproken wordt die hier niet bij is. Dat vind ik niet kies. Volgens mij moeten we het debat niet op die manier voeren. Ik wilde dat juist naar voren brengen. En wat u kunt doen natuurlijk, is dat u zegt, ik hou hem aan tot het moment dat de heer Gelling er wel bij is. Is dat een... Ja? Ja, voorzitter, we kunnen net zo goed hierover gaan stemmen, lijkt mij. Ja, ik kijk even rond. Want... Nou, voorzitter, laat ik in ieder geval heel duidelijk zijn vanuit onze kant. Ik weet heel duidelijk hoe de heer Gelling hierin staat. En die is met ons van mening wat ik zojuist vertolkt heb. Gaan we door met het rondje? Ja. Richting CDA.
De heer Boshoff, ik neem me niet kwalijk. Ja, je zit een beetje achter het scherm, maar... Zitten nog intussen het CDA en de VVD, fysiek dan en niet politiek. Het was me niet ontgaan op zich, maar neem me niet kwalijk. Maar het begint haast een beetje ongemakkelijk te worden, maar ik ben het wederom eens met de VVD. Meneer Boshoff, ik vind dat fantastisch om te horen vanavond. Ja, wie weet, meneer Bak, kunnen wij nog tot hele grote plannen komen. En grote plannen, daar reken ik deze motie niet bij. Voorzitter, wij hebben duidelijke duurzaamheidsdoelstellingen. En ik zou, en de heer Rodemond tikte dat onderwerp ook aan. En ik zou haast de vraag stellen of 50PLUS die duurzaamheidsdoelstelling ook onderschrijft. Want ik vind dit een motie, de heer Bak heeft veel woorden uitgesproken, daar sluit ik me bij aan. Brengt u de motie vooral in stemming, maar ik vind het echt, ik vind het niet netjes naar deze gemeenteraad. Ik vind het ook niet netjes naar de duurzaamheidsdoelstellingen waar u zich kennelijk niet in kunt vinden, voorzitter. Wij hebben hier niets aan toe te voegen. Richting ChristenUnie, de heer Kuipers. Dank u wel. De heer Bak stelt die vraag ook al, die is nog niet helemaal beantwoord. De wethouder heeft al toegezegd dat hij in overleg is met Duitsland. En ik vraag me eigenlijk af of u hem daar dan wel in vertrouwt. Zullen de wethouder ook even aan het woord laten? Is dat handig zo? Ja? Wethouder ten Katen. Ja, voorzitter, mooi dat er voor mij toch nog een kleine rol is weggelegd vanavond. Een hele mooie zelfs op het einde van de avond. Dat zou een aanbeveling zijn die ik niet over wil nemen. Even kijken. Ik heb eigenlijk even twee dingen. Dat is allereerst de stelligheid waarin de motie wordt gesproken van zullen worden gerealiseerd. Ik heb vorige week proberen aan te geven dat het Duitse initiatief voor windmolens aan de grens, dat zit nog in de initiatieffase. Een definitief besluit van de Duitse overheden over de bouw van die windmolens is nog niet genomen. En dan lees ik als tweede bij, even kijken, is van mening dat er geen enkel verantwoord besluit genomen kan worden, enzovoort, enzovoort. En voorzitter, mijn vraag is eigenlijk nog even van, over welk besluit hebben we het dan? Ik denk dat dat een vraag is richting indiener. Ja hoor. Wel, een besluit is dat. Het is een besluit dat wij toch al met vergevorderde plannen zijn om windmolens te plaatsen in datzelfde gebied. Ja, voorzitter, dat is niet zo. Ik heb de opdracht van de raad om een gebiedsproces te organiseren tussen Kloosterhaar en Bergentheim-Sipkelo. Dat gebiedsproces dat is vorige week in die zin gestart dat een omgevingsadviesgroep is ingesteld. Daarin zitten vertegenwoordigingen van diverse gremia, of heel veel gremia, plaatselijk belang, direct omwonenden, grondeigenaren, VVE Park Moskou, noem maar op, natuur en milieu. En die zullen een aantal scenario's uitwerken over hoe wij het nu gaan doen en wat de beste oplossing is in dat gebied ten aanzien van de opdracht van wind. Die scenario's die komen dan hier terug in de raad en pas dan valt er een besluit. Dus er is nog geen besluit genomen. Er is nog een besluit genomen om een gebiedsproces in gang te zetten. En ik zou het werkelijk waar, na anderhalf jaar om tot een gebiedsproces te komen, om een omgevingsadviesgroep te komen, die omgevingsadviesgroep die is er nu, zou ik het echt het slechtste signaal vinden om nu, nadat ze vorige week voor het eerst bij elkaar zijn geweest, om nu te zeggen van laten we dat proces maar stoppen, nog geen besluiten nemen, er worden nog geen besluiten genomen. Maar als wij onze inwoners serieus nemen en wij vragen iets, dan moeten we dat proces ook gewoon goed zijn gang laten gaan. Ik kijk even rond. Ik proef een behoefte bij de raad om deze motie in stemming te brengen en niet boven de markt te laten hangen. Dus ik wil nu overgaan tot de stemmen. De motie, wie is daarvoor? Ik wil wel een verklaring erbij doen, voorzitter. Een stemverklaring.
Deze kant? Ja. Ja. Wij vinden het een motie voor de bühne, wat geen recht doet aan het proces dat nu loopt. Ik kijk of er andere stemverklaringen zijn. Ik proefde net in uw bijdrage ook al een beetje stemverklaringen, dus vandaar dat ik wat snel ging. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Blij met de reactie van de wethouder, ook omdat er nog geen enkele steen op de andere staat, maar dat wel zaken moeten doorlopen. We vinden processen, een nauwkeurig proces samen met de inwoners, erg belangrijk hier. En gelukkig onderstreept de wethouder met deze houding ook dat gevoel samen met het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dus zullen wij dus tegen deze motie stemmen. Ja, we zijn ook zeer blij met de reactie van de wethouder op deze, nou, ik zal toch wel willen zeggen, tendentieuze motie. Waar gewoon onwaarheden in staan. En ja, het mag duidelijk zijn dat wij tegen de motie zijn. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, het zal u wellicht niet verbazen, maar ook ik zal tegen deze motie stemmen. En om dezelfde redenen als de sprekers voor mij hebben aangegeven. Ja, voorzitter, ik sluit me bij de vorige sprekers aan. Laten we de broedende kip niet storen tijdens het broeden en het proces zijn werk laten doen. Ja. Ik stel voor dat we overgaan tot stemming. U heeft geen behoefte aan een stemverklaring? Nee. Wie is er voor deze motie? Dat is de fractie van 50+. Wie is er tegen? Dat zijn de andere fracties, de meest die verworpen. Uitspelen hamerstukken. Dat zijn er twee. En daarvan is de gewoonte dat u alleen stemverklaring kunt afleggen. Ik kijk even of u daar behoefte aan heeft. Volgens mij is dat niet het geval. Dan zijn die aanvaard. Dan komen we bij de rondvraag. Ik begreep dat daar zeer sporadisch gebruik van gemaakt wordt in deze raad. En dat is een goede gewoonte gelet het uur. We komen bij de sluiting. Toch wel? Je hebt gelijk. Is mee. Ja, bij de hamerstukken. Ja hoor, dat zijn de drie hamerstukken die we genoemd hebben. Dan komen we bij de sluiting. Het was mij genoegen deze raad voor de eerste keer voor te zitten. Ik wil u één toezegging doen. Ik zal dit keer niet door het dak eraan naar buiten gaan. Ik heb net gekeken in de werkkamer die ik krijg en dat leek me toch onverantwoord. Dus ik ga toch de voordeur pakken. Dus ik wens u alle goede reis naar huis. En ik dacht dat er nog een glaasje staan klaar zo.